zijn begonnen met het grote onderhoud aan de buitenvelderbaan. En daar gaan echt grote stukken asfalt eruit. Grote rioolwerkzaamheden vinden plaats. En we gaan 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan de gang om dat allemaal mogelijk te maken. Als eerste zijn we begonnen aan het tunneldak. Deze baan loopt gedeeltelijk over de snelweg A4 heen. Hiermee zijn we begonnen om al het asfalt weg te frezen, zodat wij een versterkende laag kunnen aanbrengen, zodat deze in eindsituatie sterk genoeg is voor de zwaarste categorie vliegtuigen, bijvoorbeeld de A380. Daarnaast het gedeelte waar het vliegtuig landt, die wordt natuurlijk het zwaarst belast. En na een 7 jaar, gemiddeld genomen, is dat op, is hij niet meer stroef genoeg. Halen we 2 stukken asfalt eruit, 2 lagen, ongeveer 10 centimeter, en brengen we weer nieuw aan met nieuw anti-skid, zodat het ook weer stroef genoeg is. Nou, dit werk is wel beduidend groter dan andere grote onderhouden op de baan. Dat heeft te maken met het tunneldak die er nu bij zit en met de kruising van de Aalsmeerbaan. En omdat we de gehele gootleiding gaan vervangen, duurt dit onderhoud nu 7 weken. En normaal gesproken duurt het tussen de 3 en de 4 weken. De planning is dat wij eind april klaar zijn met het groot onderhoud van de buitenvelderbaan. Omdat het werk zo groot is, komen er een paar rondleidingen op het werk. Zodat de mensen in de omgeving een unieke kans krijgen om het groot onderhoud van dichtbij mee te kunnen maken. Wil je bij deze rondleiding aanwezig zijn? Laat dan in de reactie hieronder weten waarom.